Kirsten Loor van SPA, welkom. In sommige gemeentes loopt nog een betwistingsprocedure rond de verkiezingsuitslag. Over welke gemeentes gaat het? Wel, de Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft geoordeeld dat alle klachten die gebeurd zijn naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezing, dat die ongegrond verklaard zijn. En daartegen lopen er nog een aantal procedures nu bij de Raad van State. Dat gaat overal, onder andere over Wetteren, De Pannen, Vilvoorde, Kortemark, Herentals, Bilzen. Dat zijn de gemeenten waar dat er een procedure loopt bij de Raad van State. Ondertussen zijn daar ook de gemeenteraden al geïnstalleerd. Zijn voor alle duidelijkheid rechtsgeldig, begrijp ik. Ja, die zijn ondertussen geïnstalleerd en die zijn rechtsgeldig geïnstalleerd. En daar ging mijn vraag over aan de minister, omdat er daar onduidelijkheid was in de communicatie daar rond. Het Agentschap Binnenlands Bestuur had daar een andere communicatie opgezet dan bijvoorbeeld wat er in het decreet staat, wat VVSG had in het draaiboek had vermeld. En daar wou ik duidelijkheid rond, zodanig dat dat voor die lokale bestuur, voor die gemeente, echt wel van de baan is. Het is een ingewikkelde materie. Zullen we dan eens inzoomen op een concreet voorbeeld? In Kortemark, leg eens uit wat daar het probleem dan precies is. Wel, daar gaat over een stem, één stem, die een zetelverschuiving kan teweegbrengen. Daartegen was er bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen een klacht ingediend. Maar daar heeft de Raad van Verkiezingsbetwistingen dus over geoordeeld, net als over alle andere gevallen, dat die ongegrond is. Maar er zijn nu een aantal gemeenten die inderdaad wel een procedure lopend hebben bij de Raad van State. Maar aangezien dat die niet opschortend werkt, die procedure, houdt dat in dat ook de gemeenteraden die de voorbije dagen en weken zijn geïnstalleerd, dat die op een rechtsgeldige manier zijn geïnstalleerd. Ja. Dan kom ik bij de vraag, wat als de Raad van State anders oordeelt? Wel, die vraag hebben we ook aan de minister gesteld. Ze heeft erop geantwoord, laat ons de problemen aanpakken als de problemen zich stellen. Ze heeft er blijkbaar nogal vertrouwen in dat de Raad van State de Raad voor Verkiezingsbetwistingen gaat volgen. Is dat niet het geval? Ja, dan zal in het geval bijvoorbeeld van het concrete geval van Kortemark, zal dit een zetelverschuiving met zich meebrengen. Dus ja, dat zal dan op die manier ook moeten gebeuren. En dan krijgen we een andere samenstelling van de gemeenteraad en moet die opnieuw geïnstalleerd worden. Ja, dat klopt, ja. Maar ja, dat is natuurlijk afwachten wat de Raad van State daarover zegt. Dus de conclusie is, alle installaties zijn rechtsgeldig, ook al loopt er een procedure. Ja, dat is de conclusie. En ik denk dat dat de zekerheid is die de verschillende gemeenten waar dat er nog een procedure loopt, dat de zekerheid is dat die gemeenten echt wel worden. En die hebben ze nu gekregen. Ja, want er was onduidelijkheid over de communicatie, verschillende partijen die elkaar tegenspraken. Ja, dat klopt. Dus die onduidelijkheid is nu weg. En nu is iedereen in de verschillende gemeenten waar die zaken nog aanhangig zijn bij de Raad van State, zijn nu zeker dat hun gemeenteraden ook rechtsgeldig zijn geïnstalleerd. Voorlopig toch, tot de Raad van State er anders over oordeelt. Klopt, ja. Oké, dankjewel Kirsten Loor van SPA. Graag gedaan. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.